Hartelijk maandag. Het is weer maandag. Ik ben normaal nooit op de zaak op maandag, maar het moest. Van mij. Ja, ook zullen we de New Jersey laten zien? Oh, ja, maar dat is toch een fijne bijkomstigheid van juist dat het maandag ja, is. Ja, daarom vond ik het niet zo erg vandaag. Ja. Pakt. Laat me zien voor de mensen thuis. Oké, kijk, komt ie. Kijk, vorige keer hadden we al een testfeestje, maar er waren niet zo heel veel dingen goed. Veel nou, dingen niet. Nou, dat was best wel mooi. Dat was best wel mooi. Maar een paar dingetjes moesten nog even anders. Kijk. Voilà. Wow, trouwens, nu vind ik het weer. Ja, Peet vindt een beetje die heks, dat patroontje hier, van die hexagonnetjes. Die zes hoeken. Bijenraster. Ja. Ja, een beetje wel, hè, bijenkorf. Dat vindt hij niet zo heel mooi, omdat het juist te duidelijk te is. Te obvious. Maar als je het zo ziet op de camera, is het best wel subtiel. Ja, dat valt er best wel mee, hè? Je hebt gelijk. Maar de achterkant is het nog subtieler, die panda. Zie je dat? Ja. Die zie je bijna niet. En dat wil ik juist. Dat je echt een beetje moet zoeken. Dat is toch niet leuk voor onze e-sports? Zij zijn allemaal bezig, intens. Weet je wel, 1,5 focus. En dan gaat iemand gaat zo maar hier zo van... Maar is dit... Is dat echt? Ja, oh, dat is dat dan mogen ze van die e-sporters wel doen, hoor. Maar, Tom, jij houdt opeens van meubels. Ik hou niet van meubels. Je bent meubelsvet. We hadden een Speedlink-stoel in Gamersnet Gear. Ik laat hem even zien. Deze. Wacht, Tom, ik kom terug. Ja. Ik sta ergens anders nu. De grote show en struikelen. Maar toen waren mensen zo van, wow, dat moeten jullie vaker doen. Dus ik was zoiets van, oké, gaan we vaker doen. En toen was iemand van, kunnen we ook verder in plaats van niet alleen stoelen, ook bureaus doen. En vliegtuigen. Van, ja, het eerste gamer vliegtuig. Nee, niet zo ver gaan we niet. Maar ja, dus ik had zoiets van, fuck it, laten we het gaan regelen. Dus er is nog een stoel. En waar Rempel, die hardwareboer of die meubelmakers, want dat zijn het. Want dat zijn het. Die raken hun shit niet aan de straat, zijn die kwijt. Wat check dit. Dit is een stoel. Ik vind hem nu al comfortabel. Ik ook. En fucking makkelijk, zo eentje die niet in elkaar hoeft te zetten. Nee, het is gewoon klaar. Ikea, leren hier is het gewoon. Ja. Get your gamer. Ja, lekker hipster, lekker alles uit de natuur. Het is gewoon van boom. Maar makkelijk. Jezus, wat we voor gezoop hebben. Maar goed. Maar laten we in ieder geval even dingen zeggen. Oh, je mag niet snijden. Hoezo? Oh, do not open use blades. Hallo. Don't you... Ja. Wacht. Doe dat Don't use blades, zegt hij. Ja, hier. Seppuku dan. Seppuku dan. Bluff. Als er iets trouwens niet een blade is, dan is dit wel. Hier, kan hem ook eens zo, als bote. Wat hoor? Wat hoor? Maar, ja. Ik weet niet of dit... Zo bot als de pest, joh. Dat kan zo vet zijn als ik dan gewoon per ongeluk mijn arm raak. Gewoon echt straight up, recht door het bot heen, als boter. Ja. Ja, maar Tom, ik heb hem van de week schoongemaakt met die speciale schoonmaakmiddelcoating. Amazing discoveries. Dan kun je op een gegeven moment kun je met lasers op je auto schieten. Dat is fantastisch, dit spul. Yo. Terwijl, ik heb nog nooit een laser gezien die daadwerkelijk door je auto gaat. Dan pakken ze gewoon een laserpen en zeggen ze, kijk, dat kan nu. Oké, dus dit is een AK Racing Chair. Ja, die ga ik dus even hell no nou in elkaar zetten. Nee, maar even, en hier wil ik de stoel laten zien. De stoel zelf? Ja, de stoel aan zich, ja, dit, die... Oh, wow. Wow! Oké, dit is echt fucking awesome. Hij heet niet voor niets de 8TK, want dit is hun eerste witte gaming chair. Oké, Mass Effect kleuren confirmed. Ja, weet je wel. Mass Effect confirmed. Echt, hè? Wow, hoe vet is fucking dat? Dit is ook echt een soort van... Hier zit echt zo'n soort textuurtje in. Super vet. Reliefje. Ja, reliefje. Geil. En nou, kijk, een gaming chair, daar heb ik nog een soort van zoiets van, nou, vooruit. Maar dit is werkelijk door de ratten besnuffeld. Dit is een gaming tafel. Nou ja, tafel. Ja, nee. Dit is geen bureau. Dit is letterlijk een tafel. Hoezo? Kijk dan hier. Gaming desk staat erop. Ja, ik snap dat ze erop zitten. Een bureau heeft laadjes. En een bureau heeft tegenwoordig helemaal geen laadjes. Jawel, dit is gewoon een tafel. Ik heb ook een bureau van de IKEA. Er zitten nul laadjes in. Dan is het een tafel. Een bureau. Gewoon een tafel waar je aan werkt heet een bureau. Of aan gamet. Bij deze. Ja, maar deze heeft twee, of zijn er twee tafels? Nee, het zijn geen twee tafels. Het is gewoon... Dat is super vet hoe je het openmaakt, ouwe. Ja. Dat is echt fucking awesome. Wat? Oh ja. Ja, dit zijn alleen de poot. Ik wil deze zien. Dit is, ja, dit is, hoor je... Dit is, ben... Ja, maar deze lopen. Oké, gelukkig. Dit is het blad. In twee stukken neem ik aan, man. Met grof geweld jankt die jongen er alles uit.
Ja, tot dusver een box. Je zou ook niet even helpen. Nee. Wil je dit unboxen? Ja, dan is het goed. Dan doen we hem terug. Nee. We've gone too far, man. Dan wil je niet eens helpen? Ik vind het hilarisch trouwens. Oh, wacht! Nee, dit gaat goed. Oké. Oké. Ja, deze is dus duidelijk wel in twee delen opgedeeld. Maar dit komt weer op een zwak bureau. Echt, perspex. Spaanplaat. Echt, jongen. Als de makers van deze bureau spaanplaat invoeren in Google Translate... Ja, het zijn delen. Speurneplut. Oh, daar weet ze alles van, Ikea. Ja. Nou, meubels. Binnenkort bij Gamers Net Gear. Of zullen we gewoon een nieuw item maken? Gamers Net Furniture. Gamers Net Binnenhuisarchitectuur. Ja. Dat zou vet zijn. Ja, ik weet niet. Ik ben wel voorstander. Ik ook. Jongens. Laat het weten in de comments. Waar kijken we naar uit? Wat willen we nog meer zien in Gamers Net Gear? Wat absoluut geen gear is, maar meer tafels en... Weet je wel, zullen we anders ook gewoon een kleed doen of zo? Vliegtuigen. Oh, tuurlijk. Regelen we. 6 minuten al gevlogd. Dat is echt ideaal. Ja, dit was praktisch een unboxing. Maar nice. De meest aftansen unboxing ooit. Ja, we hebben hem open gedaan. Doei! Kijk, normaal krijgen we bij Gamers Net door de week te doen pakketjes. Ja, door de week zitten we op kantoor. Op geen HQ. Maar het is vandaag zaterdag en Peter moest iets bestellen. Dat was hij vergeten. Maar dat heeft hij toen toch besteld. En bij mij thuis laten bezorgen. Jawel, ik ben hier thuis. Het is net binnengekomen op een zaterdag. Ja, want we zijn nog niet op GNSQ. Ik heb hier een supergroot pakketje liggen. Ik ga hem hier thuis unboxen. Ik ga maar gewoon... Ik heb een mes. Dus ik ga snijden. Als het lukt. Dat gaat met één hand nooit goed. Helemaal kut. Oh wel. Oh, ik ga niet echt gelijk kapot snijden. Het is echt iets super vets. We gaan een item maken. Ik mag nog niet zeggen wat. Het is teaser. What the fuck? Ja, het is, jullie zullen wel denken. Oh ja, god. Het is echt typisch iets voor Daniel of voor Tom, weet ik veel. Check dit. Ja, misschien zie je het nog steeds niet. Ik ga hem er vanuit halen. Het zit verder niet zo heel erg diep en moeilijk verpakt. Mes weg. Wow. What the fuck? Even goed draaien. Kijk dit, jongens. Ja, het is een langbord. Het moest er een keertje van komen. Damn, son. Maar ik moet nog wel gaan oefenen. Ik kan het echt totaal niet. Dus laten we maar gelijk gaan beginnen. En wow. Ik ga ook wel echt gelijk zo'n beetje om mijn bek. Maar ik sta op een lang bord. En ik hoop dat zo meteen nog even te gaan vloggen. Ik ga naar buiten met het ding. Oh, dit stuurt echt super wonky. Ik hoop dat ik niet om mijn bek ga. Ik doe mijn oude jas aan. Ga ik om mijn bek, dan gaat die kapot boeien. Maar ik moet dus wel echt gaan oefenen. Jongens, binnenkort hopelijk op gamers.nl Daniel op een lang bord. Fuck that! Ja, als je misschien denkt, Daniel, je beweegt, maar je loopt niet. Wat ben je dan aan het doen? Ik ben... Oh shit! Ik ben in het Kralingse Bos. Supermooi hier natuurlijk. En ik ben aan het oefenen. Op het langbord. Hij is echt wel heel smerig. Nog geen enkel op mijn bek gaan wel bijna. Maar joh, ik ben aan het oefenen. Het moet straks volgens mij echt in één take moet ik best wel een eindje rijden. Voor iets, voor een item. Binnenkort op Gamersnet. Hopelijk super tof en zonder valpartij. En anders hebben we een blooper. Even, dat was even heel enthousiast voordat ik een play druk. Jongens, welkom in Eindhoven! What's up? Koen is weer een zonder partij. Lang geleden. Koen heeft nog geen... Jij hebt volgens mij nog geen inscriber. Jawel, ik heb een... Heb jij een inscriber? Ik heb wel een inscriber gehad, nice. Sowieso. Dan moet ik even regelen dat ik dat heb. Maar niet zeker eigenlijk, maar volgens mij wel. Ik edit dit altijd thuis en dan heb ik die shit niet om dat aan te passen. Maar goed, we zijn in Eindhoven. Ik zie alweer dat de eerste magneetsticker los zit. Zo.
En er liep hier een spuis rond, hè? Dat hebben Koen en ik al gezien. Dus die gaan we sowieso, als die iets flikken, dan pakken we die op de camera, sowieso. Ja, is goed. Ja. Gaan we het publiceren en zo? Gaan we publiceren, okay. Ja, in de vlog, je ziet het als eerst. En hij staat er inmiddels, gewoon hier in de Heuvelgalerie in Eindhoven. Super vet, hè? De laatste van de Mario Tuk Tuk Tour. Ah, en dan hebben we de hele kerstvakantie getoerd. En dat was wel vet. En we zijn de hele dag ook. Ja. Niet dat we bij de tuk-tuk staan, maar we moeten ons vermaken tot... Ja, omdat het net te kort is om heen en weer te rijden, ben ik. Dan ben je alleen maar aan het reizen. Ja, sowieso ben ik alleen maar aan het reizen. Ja, jij sowieso komt gewoon in. Hoe lang moet je reizen? 2,5, na 3. Hangt een beetje van de trein af. Dat geluk. Nice. Dus we gaan naar een comic book winkel of zo, maar ik moet eerst schijten. Moet ook gebeuren, dat ga ik nu doen. Maar niet bij de portier? Nee, want dat vind ik een beetje... Een beetje eng? Nou, heftig, ja. Maar de portier heeft zijn eigen toiletje. Dat is een wapenstok. Nee, ik was hem zo. Vriendelijkheid. Jongens, kijk eens even van boven. Hoe vet is dat? Ik heb de Tuk Tuk nog nooit van boven gezien, behalve op GNHQ. Maar nog nooit in actie. Nee, ik ook niet. Het ziet er echt heel vet uit. Het ziet echt super vet uit. Ja, man. Oh, ik kan niet zoomen. Oh, oké.